Hoi, leuk dat jij weer een NumNoms video bij mij komt kijken vandaag. Vandaag ook even veel gepraat van mij, want zoals ik al beloofd had, ik zei in mijn volgende NumNom video ga ik uitleggen hoe jij een van mijn dubbele NumNoms kan winnen. De NumNom weken begint niet nu, want dat betekent dat ik heel veel NumNom video's maak en heel veel knutselwerkjes. Op dit moment heb ik daar gewoon echt nog niet de tijd voor en ik ben ook heel veel bezig met de LOL Surprise, dus vandaar nu even geen NumNom weken. Maar het is wel zo dat zodra je me weer een dubbele NumNom zie uitpakken in een video, betekent het wel weer dat er een van mijn kijkers die dubbele NumNom gaat krijgen. Of tenminste uit mijn pot met dubbele NumNoms mag kiezen. Ik kijk even om me heen. En mijn pot met NumNoms is al aardig gevuld die ik dubbel heb. En dat doe ik dus door een loodje uit de pot te trekken. Zoals je ziet is mijn pot nu al een stuk leger vergeleken met de vorige keer dat je hem zag. Waarom? Ik had al gezegd, die pot was al sinds februari geloof ik. En ik had het idee dat heel veel kijkers die toen in de pot zaten nu niet meer keken. Of nu niet meer kijken. En ik wil eigenlijk wel graag met wanneer ik dus iemand een dubbele NumNom bijvoorbeeld geef, wil ik wel zoveel mogelijk mijn kijkers daarmee belonen. Want het is gewoon altijd een prijsje gewoon omdat je leuk meedoet met mijn kanaal. Omdat je bijvoorbeeld reacties plaatst op vragen van anderen reageert enzovoort enzovoort. Nou, maar de vraag bij deze NumNoms is, hoe kom je in de pot? Ik weet zeker dat die vraag me heel vaak gesteld gaat worden. Dus dat ga ik nu even in deze video uitleggen. Dus dat betekent dat ik nu even veel praat voordat ik zo meteen begin met het uitpakken van mijn eerste NumNom 4.1. Vind je dit oninteressant? Spoel het dan gewoon even door naar het uitpakken als je alleen dat zou willen zien. Oké, hoe kom je dus hier in de pot? Er zitten dus nu al namen in de pot van kijkers die al sinds februari, maart al meedoen met de dubbele NumNoms, zeg maar. En sommige namen die hierin zitten, zitten hier al wel 4 of 5 keer of misschien wel vaker in. Hoe kom je dus in de pot? Door of 1, of kan ook allebei natuurlijk, 1. Je doet mee met de opdrachten in de NumNoms video. In iedere NumNoms video ga ik een paar NumNoms plaatsen. En de vraag is iedere keer, raad je mee? Kan jij raden welke NumNoms dit zijn? Hoe heten ze? Ik doe vaak eigenlijk nums. Dus kan jij raden welke nums dit zijn? Hoe heten ze? Hoe kom je erachter? Misschien heb je zelf een NumNom kaart waarop je kan kijken. Maar ja, het zijn altijd nums die ik heb uitgepakt in een video. Dus als jij dus de video's hebt gevolgd, dan weet je wel vanzelf hoe zij heten. Of je kan er ook voor kiezen dat je me een foto mailt van een tekening die je maakt over de NumNoms. Of misschien maak je een foto van je eigen NumNoms. Of je mailt me een foto van een knutselwerkje wat over de NumNoms. Het moet wel een knutselwerkje over de NumNoms zijn. Laatst had ik een knutselwerkje over een agenda. Vind ik wel heel erg leuk, want ik ga het wel een keer laten zien. Maar die telt dan niet mee voor de NumNoms. Want anders raak ik ook een beetje in de war. Mijn e-mailadres is winactie@jufjannie.nl. Vind je dat moeilijk om te spellen? Kijk dan hieronder bij de beschrijving van de video, want daar schrijf ik hem voor je op. winactie@jufjannie.nl. Dan krijg ik ook heel vaak als reactie te lezen. Ja, ik ben heel jong, ik mag nog niet mailen. En dat snap ik ook heel erg goed, want mijn jongens mogen ook nog niet mailen. Maar dan zeg ik, vraag aan je vader of aan je moeder of opa of oma of zij jou willen helpen mailen. Want ik krijg echt heel vaak e-mailtjes van ouders voor hun kinderen. Nou, dat vind ik helemaal prima, want dan weet ik dus gelijk dat de kinderen toestemming hebben om mee te doen met een winactie. Want als jij dus een dubbele NumNom van mij wint, dan moet ik het wel naar je toe kunnen sturen. En als jij jouw adres dus niet aan mij mag geven, ja, dan kan ik het dus ook niet naar jou sturen, ook al heb je gewonnen. Dus als jij nu al aan je vader of moeder hebt gevraagd om mij jouw foto te mailen, dan weet ik dus ook dat jij toestemming hebt om mee te doen. Dus vandaar. Oké, ik herhaal. Hoe doe je mee? Of bij de NumNom video's doe je dus het meeraden. Meeraden met welke NumNoms dat zijn. Dat betekent dus dat je per NumNom video, iedere keer als jij het goed raadt, 1 keer jouw naam in de pot komt. Dus sommige namen zullen er of 1 keer in de pot zitten, andere misschien wel 3 keer, andere misschien wel 5 keer. En nou ja, weet je, het zou kunnen. Ik denk dat ik wel 20 als maximaal doe.
Wat nog meer? Ja, je mag me dus inderdaad mailen. En ook daarbij kan je me dus wel meerdere keren mailen. Doe alleen niet meerdere keren per dag, want dan ben ik heel erg druk bezig met mijn e-mailbox. Dus meerdere keren verdeeld over een paar weken vind ik prima. En ook daarbij, in totaal kan jouw naam maar 20 keer in de pot. En dan heb je dus meer kans om getrokken te worden. Wanneer haal ik de pot erbij? Op het moment dat ik een dubbele numnom uitpak, dan zeg ik dus weer van nou, ik noem even welke dag ik dan een loodje ga trekken. En op die dag, dus ik doe het niet ter plekke. Ik laat wel eerst weten op welke dag ik een loodje ga trekken uit de pot. En dan laat ik weer alle dubbele numnoms zien, zodat de winnaar een goede keuze zou kunnen maken. Ik hoop dat ik alles zo een beetje goed heb uitgelegd over de numnoms en over de pot. Snap je iets niet? Stel dan je vraag in een reactie hieronder. En ik hoop, als ik er geen tijd heb gehad nog om erop te reageren, dat ik wat kijkers heb die me even mee kunnen helpen met het uitleggen. Vooral sommige van jullie hebben ook de vorige keer meegedaan, dus die snappen het allemaal al best wel goed. Dan ga ik nu eerst de foto's laten zien die ik al binnen heb gekregen. Dus dat komt ook nog voordat ik zo een numnom ga uitpakken. Ik heb aardig wat foto's binnen gekregen. En die komen ook in de pot. Dus die zitten er nog niet in. Die komen dan, dat doe ik dan even morgen of overmorgen, komen die ook in de pot. Ik begin bij Kim Schutten. Kim, jij hebt een hele mooie numnom getekend. Dankjewel, die ziet er gewoon echt heel erg leuk uit. Happy Unicorn, jij hebt een leuke foto voor mij gemaakt van jouw numnoms. Dankjewel, daar ben ik wel heel blij mee. Anne Sara, zeg ik het goed? Ja, Anne Sara. Jij hebt een Juf Jannie numnom getekend. Nou, dat vind ik wel echt heel erg leuk. Vooral dat ik erbij lees, die ruikt erg lekker. Dat vind ik een hele leuke, leuk bedacht. Sophie, jij hebt mooie numnoms getekend. Dankjewel, Sophie. M&M DIY. Ja, jouw naam komt me wel heel erg bekend voor. Ik lees jouw comments heel erg vaak. Leuke foto van jouw num. Heel leuk gedaan. Jij hebt een lipbalm. Dat zeg ik even helemaal fout. Sorry. M&M DIY. Jij hebt een lipbalm num gemaakt. En dat vind ik gewoon echt heel gaaf. Superleuk gedaan. Ik zei het even fout, want van Sophie, die had namelijk ook nog een leuke foto van haar num. Dus ze heeft numnoms getekend en een leuke foto van haar num. Esmee, jij hebt een konijn numnom getekend. En dat is zelfs een lipbalsem konijntje. Nou, dat vind ik leuk bedacht. Girls Bye, jij hebt een numnom getekend. Nou, dat ziet er gewoon heel leuk uit. Loes Wijnand, jij hebt een regenboog numnom gemaakt. Ja, een regenboog numnoms zijn wel heel erg populair, merk ik. Nou, dank jullie wel voor de foto's. Ik zal jullie naam morgen of overmorgen even bij de pot toevoegen. Heb ik alles gezegd? Ja, ik heb alles gezegd. Deze drie dus. Kan jij raden welke nums dat zijn? Ik zal ze even wat dichterbij halen, zodat je ze kan zien. Laat jouw antwoord hieronder in een reactie. Vaak lees ik dus 1 en dat is het antwoord. 2, dat is het antwoord. En 3, dat is het antwoord. Ze zitten ook heel mooi op een rijtje. Ze vallen nu niet meer. Ze vallen van hun rijtje. 1, 2, 3. Maar hier gaat het jullie om. Numnoms 4.1. Ik heb ze eindelijk. Ik ben er echt super blij mee. Ik ben laatst naar de Intertoys gehad. En daar hadden ze deze doos. En ik vroeg, mag ik die onderste rij kopen? En mag ik dan ook alsjeblieft de doos? En ze wisten dat ik hier wel een leuke video mee wilde maken. En dan ziet dat er natuurlijk veel leuker uit met zo'n doos. Dus ik ben heel erg blij. Dank jullie wel, mensen van de Intertoys, dat ik ook nog de doos erbij mocht hebben. We gaan beginnen. Ik heb trouwens gisteren nog gezocht. Ik wilde een linkje voor jullie plaatsen hieronder bij de comments. Hieronder bij de beschrijving. Maar het is nog niet online te koop. Dus zodra het online te koop is, plaats ik hieronder een linkje. Tot die tijd is het alleen nog in de winkel te verkrijgen. Ik ben bang dat mijn nagelschaartje, die het heel goed doet hiervoor, niet hier ligt. Dus dit wordt even lastig openmaken. Ik vind het heel gaaf. Dit bakje ziet er echt heel anders uit dan de vorige bakjes. Hier kun je natuurlijk ook hele leuke knutselwerkjes van maken. Als je het een beetje leuk verft of beplakt met papier-mâché en dan gaat verven. En dan hier een deurtje uitknipt. Nou, dan heb je geweldige huisjes voor bijvoorbeeld de numnoms. Maar ook voor je hatchimals. Dus dat is ook wel heel erg gaaf. Oké, mijn allereerste numnom 4.1. Dit is mijn allereerste kaart. Dus dit betekent dat dit de kaart gaat zijn die ik ga
ga gebruiken voortaan. Ik zal in de volgende video de kaart goed met jullie doornemen. Maar ik heb al best wel veel gepraat deze video. Dus nu ga ik even door. Volgende video gaan we samen de kaart goed bekijken. En als ik het vergeet, moet je het me maar even laten weten. Mijn vaste kijkers weten dat ik enorm vergeetachtig ben. Vooral in drukke periodes. Die ziet er leuk uit. Oh, wat gaaf. Wat leuk zeg. Oh. Hier, er zit iemands haar aan. Zie je dat? Oranje haartje. Ik vind deze er heel gaaf uitzien. Ik weet niet of ik dit los kan trekken, want hier zit een beetje plastic omheen. Het is een soort citroen erop. Ik zal hem even zo hier aftrekken. Of zit die citroen nou op de nom vast? Hé, hey, dat is gek. Die citroen zit op de nom. Oh, sommigen van jullie hadden me al gezegd dat het nagellak was. Wat gaaf. Het, is dus, het gaat om een num met een gat erin. Zodat ja, het, zeg maar het handvat van een nagellakpotje daar doorheen kan gaan. Nou, dat is echt super geweldig. Oké, ik ga heel even de camera uitzetten en gauw op mijn kaart zoeken welke num en welke nom ik heb. En ik ben mega blij. Waarom? Want ik zat te zoeken en ik kon deze echt niet vinden op mijn kaart. En ik was aan het zoeken. En uiteindelijk dacht ik van nou, aan deze randjes zeg maar te zien, moet het een van de pies zijn. Baked goodnums. Baked betekent gebakken. Goederen, goods, goederen. En dan is het dus een van de pies. En ik zat te kijken en te kijken. Daarna zit die echt niet tussen. En wat zag ik daarna? Ik heb een pudding pie. En die is een special edition. Die is echt hartstikke leuk. Welke geur staat erbij? Even goed kijken hoor. Pudding pie, volgens mij zie ik limoen. Of een citroen moet ik zeggen. Ik heb er ook aan geroken. Nog een keer. En ze ruiken echt lekker. Veel lekkerder dan de Num Num Lights. Die we tot nu toe hebben gehad. Van serie 1. Deze ruikt gewoon echt heel erg lekker. Een special edition pudding pie. Ga ik even gauw op mijn kaart aankruisen. Mijn eerste Num Num op mijn kaart die ik aan kan kruisen. En gelijk een special edition. Nou, hartstikke gaaf. Voor jullie zou het natuurlijk hartstikke gaaf zijn als ik die straks dubbel heb. Want dan kan ik een special edition gaan weggeven aan iemand uit de pot. Nou, dan ging ik verder zoeken. En ik was al super blij. Op de achterkant van de kaart, daar staat de Num Num Lights. Dus daar zijn er wel wat minder van. Dus die zal ik heel snel dubbel gaan hebben wanneer ik daarmee begin. En dan gaat het om Num Num Lights serie 2. Die heb ik nog niet. Moet ik even Bart, even Intertoys weer bellen. Vragen of zij die misschien al binnen hebben. Maar ik had die nog niet gezien deze week. Toen ging ik kijken bij de Polished Noms. Hé, hey, dat is grappig. Ze hebben ook Glitter Gloss Up Noms. Dat is leuk. Oh, dat is ook heel erg leuk. Maar ja, ik heb een Polish Nom. En bij mijn Polish Nom zag ik... Wat zag ik? Welke had ik nou? Hier, ik heb een Glitter Polish Nom. En daar zie ik ook staan Special Edition. Dus ik heb gewoon echt mega veel geluk met mijn allereerste Num Num. Twee keer een Special Edition. Dus dat vind ik wel echt heel gaaf. Een leuk begin. En dat hebben jullie allemaal met me mee kunnen kijken. Dus dat is heel erg leuk. Deze heet Lemony Polish It. Ja, Lemony Polish It. Oké, mijn eerste Num Num. Ik ben er super blij mee. Ik hoop dat jullie dit ook leuk vinden. Zijn jullie ook blij voor mij? Vinden jullie deze aflevering leuk? Vergeet het dan niet een like te geven. Likes helpen me altijd super enorm bij mijn video's. Wil je meer van deze video's zien? Je kan hier gratis mijn kanaal abonneren door op het knopje te drukken. Hieronder zie je het kanaal van mijn man, Gamer Papa. Die doet niks met Num Nums, maar die doet weer andere dingetjes. Op dit moment veel met Minions. Misschien vind je deze video wel leuk. Hier plaats ik een afspeellijst naar al mijn Num Num video's. Dus als je even wil kijken welke Num Nums ik ook alweer allemaal al heb. En ik plaats hieronder een linkje, zodra ik een linkje online kan vinden over waar je het kan kopen. Dan kun je ook gelijk kijken hoeveel het kost. Padoe!